Ik ben haar loverboy niet. Ik ben geen loverboy zelf geweest. En alles wat zij in haar boek uh, over mij geschreven heeft, dat klopt helemaal niet. Dus ik wens dat zij, ik hoop dat zij in publiek excuses kan aanbieden aan mij en ook aan heel Nederland, want zij heeft tegen iedereen gelogen. Al dus Ansu ook wel bekend als de loverboy Manu uit het boek Echte mannen eten geen kaas van Maria Mostert. Maar het waarheidsgehalte van dit boek staat onder grote druk. Onderzoeksjournalist Hendrik Jan Kottering schreef het boek Echte Mannen Eten Wel Kaas. Hierin worden alle feiten onderzocht en verschillende partijen gehoord. Maria's verhaal blijkt dan op belangrijke punten niet te kloppen. Sinds vorig jaar uh, december was ik al mee bezig met, uh, met uh, Hendrik Jan Kottering. Want die had me aangesproken over het uh, boek van Maria en uh, met de vraag: van uh, Wat vind jij ervan? In eerste instantie had ik zo van: ik heb scheid. Maar er kwam een moment dat ik een zoontje heb, nou, dan, zeg, dan denk je zo van: ik ben niet meer alleen. Ik heb een kleine, die moet toch wel in de toekomst een goede naam krijgen. Als de papa nu al een slechte naam heeft, dan komt die belt ook op mijn kinderen. Dus uh, dat was de eerste reden, eigenlijk, de belangrijkste reden voor mijn naam. En ook uh, Hendrik Jan Kottering had mij overtuigen dat ik dat niet moet zo laten. Dat ik de waarheid vertel, dat mensen moeten weten dat echte loverboys bestaan. Maar, dan zit een heel groot verschil tussen fictie en echt gebeurd verhaal. Onder meer vanwege het boek Echte Mannen Eten Welkaas heeft Keita inmiddels aangifte gedaan van smaad tegen Maria. Maar waarom zou zij volgens hem liegen? Om de belangrijkste reden wat mij persoonlijk betreft is Maria is op zoek naar aandacht. Dat is de belangrijkste reden. En haar moeder ook. Ze moeten aandacht hebben. Ze moeten alles doen dat de mensen naar hun toekijken. En ook als het gaat om een schuld te geven aan een iemand die niks mee te maken heeft, die alleen maar gastenvrij was, zeg maar. En die persoon moet de schuld krijgen van alles wat hun gedaan hebben. Ze doet dat niet voor geld, maar ze doet dat alleen maar omdat zij aandacht moet hebben. Als ze aandacht tekort is, dan wordt ze nerveus, agressief, boos altijd. Totdat iemand haar aandacht besteedt. En dan wordt ze rustig, net als een klein kind. Eén boek, twee boeken, drie boeken. Genoeg aandacht. Miljoenen mensen kijken naar hun, miljoenen mensen luisteren naar hun. Nou, ze hebben genoeg aandacht. Maar ze moeten niet die aandacht uh, bl blijven denken van dat die aandacht zal lang blijven. Want nu komt het voor dat ik mijn kant van het verhaal wil kwijt. Dus mensen moeten... Ik zou graag willen dat mensen naar mij ook luisteren en zeggen van... Kijk, zijn er twee verhalen. Kanten van Maria en mijn kanten. Zij vertelt dit, ik vertel totaal anders. Even analyseren en kijken van waar zit de punt, waar zit de waarheid. Ik hoef geen gelijk te krijgen van wie of wat. Ik hoef alleen maar dat Maria haar, uh, haar praatjes, leugens over mij, publiek verklaart. Ik heb over deze jongen gelogen, hij heeft mij niks gedaan. Dat is alles wat ik van Maria verwacht, meer niet.